vrijdag 30 augustus neem ik u rond de klok van 4 à kwart over 4 mee naar de realtime dagkaart en de weekkaart van de Ajax. Jawel, u ziet het goed, links de dagkaart, de dagchart en rechts de weekgrafiek. Ik wil bij wijze van proef eens gaan bekijken hoe het u bevalt als ik voor de Ajax weekly coaching video's, dus niet de dagelijkse, maar de weekversie, als ik daar de dag en de weekkaart afbeeld. Eens kijken hoe dat u bevalt, dat mag u mij laten weten. Ik begin rechts op de weekgrafiek. Daar zien we keurig dat voor de vierde achtereenvolgende week steun gevonden wordt op de SMA-lijn. Die ligt daar niet voor niets als vangnet in het veld. En vandaag zelfs met een enorme spike omhoog een keurige witte candle achterlatend. Wit met zelfs de swingteller op een plus 1 stand. En de RSI weer keurig boven de 50-lijn. Met andere woorden, de up-status is terug. En dat betekent dat de bodem wel degelijk is aangestampt rond 5,40 tot wat spikejes omlaag. Maar met deze voortgang mogen de bulls weer gaan proberen goed noordwaarts te bewegen. En te gaan proberen de rode streep op 5,86 te gaan opzoeken. Dat is het weekplaatje, dus wel degelijk interessant voor trendvolgende middellange termijn beleggers. Die krijgen nu kansen aangereikt. Bovendien, de witte candle van deze week is een bullish engulfing patroon. Dus nog een extra element wat wijst in de richting van de bulls. Zij mogen hun positie gaan verstevigen en kopen op zwakte. Zolang de koers boven 5,40 beweegt, dat is voor de weekbeleggers onder u de aangewezen strategie. Als ik dan de daggrafiek erbij betrek, de linkerplaat, dan zien we dat er mogelijk wat haperingetjes gaan optreden bij 5,60 afgerond. Nipt daaronder. Daar ligt namelijk de daily SMA. En gelet op het ritme van de afgelopen paar dagen sluit ik niet uit dat we eerst eventjes gaan stabiliseren tot misschien een extra aanloopje. Met andere woorden 1, 2 dagen een wat zwartachtige candle om dan te proberen uit te breken en dan in de richting van de weekgrafiek verder te gaan bewegen. Dus op de weekgrafiek duidelijk instapkansen, maar op de daggrafiek eventjes uitkijken of er niet getopt gaat worden rond de huidige niveaus als opmaat voor een extra aanloopje. Ik wens u een plezierig weekend.